spannend. Wie is de winnaar van de fantastische prijs van de Formule 1 kaarten? Welke zou ik pakken? Ja, hoe spannend. 10. Je hebt er één. Gaat helemaal eerlijk, ik zit goed te kijken. Wie is het geworden? De winnaar is... Pieter Bloksma! Superleuk, gefeliciteerd. Ja, laten we eens even zien, echt, dat we niet vals spelen. Ja, ik zie het in beeld en de kijkers ook. Bij Geertien, hè, want we hebben even opgezocht dat hij aan het werk is en even gebeld met de smoes. Dus we gaan hem verrassen, hè? Ja, gaan we doen. Hey. We hebben een prijswinnaar hier, hè? We hebben allemaal prijzen. Ja. Je hebt gewonnen. Rot op. Echt. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van The Life of Christian. Nou, ik sta hier in Blokcel en ik ben gevraagd door D-reizen Blokcel bij Mirjam. Daar gaat het wel. Daar is ze, kijk. Hallo. Hallo Mirjam. Leuk dat je er bent. Nou, welkom. Ja, we gaan de prijs uitreiken, hè? Ja, ja, gaan we doen. Superleuk. Superleuk. Nou, welkom, kom maar verder. Ja, gaan we naar je werkkamer van D-reizen. Ja, doen we de deurtjes dicht, dan heb je alle privacy. En kijk, oh ja, je hebt hier de kaart al. Ja, ja. Kijk, dit zijn ze. En deze, wat gaan de mensen gewoon winnen? Ze gaan winnen 2 Formule 1 kaarten in Catalonia, in Spanje. In Spanje? Barcelona, ja. Wat leuk. Ja, hè? En dan kunnen ze helemaal rondlopen over het circuit en zo. Ja, vast. Ja? Nou, hartstikke leuk. En nou, je hebt al een hele ton met allemaal kaartjes, zie ik hier. En daar moeten we er nog één aan trekken. Ja, ja. Maar goed, laten we maar gaan schudden. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, Mirjam, gaan we schudden. We gaan schudden. Flink. Ja, we gaan natuurlijk niet vals spelen, hè. Nou, kijken wie die gaat winnen, toch? Daar gaat ie. Tromgroffel. Spannend. Wie is de winnaar van de fantastische prijs van de Formule 1 kaarten? Welke zou ik pakken? Ja, hoe spannend. Nou, je hebt er één. Gaat helemaal eerlijk, ik zit goed te kijken. Wie is het geworden? De winnaar is... Pieter Bloksma! Superleuk, gefeliciteerd. Nou, laten we eens even zien, echt, dat we niet vals spelen. Ja, ik zie het in beeld en de kijkers ook. We kunnen Pieter wel even opzoeken zometeen en hem verrassen en de prijs overhandigen. Zullen we dat doen? Nou, dat is leuk. Ja. En waar is Pieter dan? Is hij thuis of aan het werk? Dat weten we niet, toch? Maar moeten we even uitzoeken dan? Ja, gaan we even uitzoeken. Gaan we doen? Yes! We staan hier bij Geertien, hè? Want we hebben even opgezocht dat hij aan het werk is en even gebeld met de smoes. Dus we gaan hem verrassen, hè? Ja, gaan we doen. Ja, maar wat gaan we nu doen? We gaan Pieter even erbij halen. Ja. We hebben eigenlijk gezegd dat het eten niet smaakt, maar... Het smaakte prima natuurlijk. Waarschijnlijk komt er een andere kok. Die dus... loopt buiten. Er komt dus helemaal de verkeerde kok. Die komt eraan. Er komt een hele grote donkere man naar binnen en... Dat leek er niet echt op. Nee, dus dat was niet Pieter. Dus nou, nu hebben we gezegd dat Pieter moet komen. Dus, want die is dus buiten, wat je net al zei. Ja, wat doet een kok buiten? Ja, die staat er in buiten, ja. Vissenvangen of zo. Ja, daarom. Oh. Hey. We hebben een prijswinnaar hier, hè? We hebben allemaal prijzen. Ja. Je hebt gewonnen. Rot op. Echt? Ja. Echt waar? Ja. Heb je die... Dat ben je niet. Ja. Even de foto. Ja, tuurlijk. Dat meen je niet. Kijk eens alsjeblieft. 2 kaarten voor de Formule 1 race in Spanje, 14 mei. Geweldig. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, wat vind je ervan? Ik vind het helemaal geweldig. Super. D-reizen, bedankt. En ben je ook sprakeloos? Of, ik ben helemaal sprakeloos. Ik, ja? Ik heb nooit mijn mond stil, maar ik weet nou niet wat je meer te zeggen. Ja, dat klopt wel. Wat krijg je ervan? Nou, heel veel plezier. Mooi, dankjewel. Super. Nou, we staan hier bij Geertien nog steeds en we hebben net de prijs overhandigd, hè? Ja, super, hè? Ja, hij was er heel blij mee. Jij was wel verrast, hè? Hij dacht echt, dat kan niet. Nee, en de bediening dacht al, nou, hoezo smaakt de pannenkoek dat niet? Dat hebben we nog nooit gehad bij Geertien. Dat bestaat niet gewoon. Nou, dus wel. Maar nee, het was allemaal een valse strik om hem erin te tuinen. Nou, dat lukte wel. Maar we dachten eerst dat hij door had, want hij liep zo vaak buiten. Ja, maar hij stond zwaaien. Dus, ja, maar hij stond niet in de keuken, hè? Nee, hij stond er helemaal niet in. Nee, hij was even aan het werk buiten. Volgens mij was hij aan het vissen, toch? Ja. Ja.
Ja. Nou, hij is heel blij met de prijs. En iedereen bedanken voor het kijken. En als ze nog eventjes een keer een leuke vakantie willen boeken, wat moeten ze dan doen, Mirjam? Nou, bezoek mijn Facebookpagina, zelfstandig reisspecialist. In Blokzijl zit ik. Je kunt langskomen met mij, WhatsAppen, bellen, e-mailen. Alles allemaal op Facebook. Ja. Vind niet een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer tot weer. Tot de volgende keer. Doeg. Doei.